De JW United kreeg met Vizé afgelopen weekend een zware tegenstrever voorgeschoteld. De JW gaat echter goed van start en komt via Zamosi op 2-1. De thuisploeg kan na 5 minuten zelfs uitlopen naar 4-2, maar Vizé zou Vizé niet zijn als er weer werk geboden wordt. We spelen 10 minuten, het staat 4-4. Erop en erover nu, want nu gaat Vizé na 18 minuten naar een 18 voorsprong en deze geven ze niets meer uit handen in de eerste helft. Rustig gaan we met een 13-15. De Hobokenaren proberen dan in de tweede helft de kloof te dichten en komen zelfs tot op een punt, 19-20, maar erop en erover gaan kunnen ze niet. En zo laat DHW United Antwerpen misschien wel de unieke kans liggen om Vizé te kloppen. Einde van de wedstrijd, 22-25. Mijn doel was 3 punten uit de eerste 2 wedstrijden. Het zijn 0 punten. Maar zoals je het zegt, valse start, verkeerde start, hoe je het noemen wilt. Kijk, het zijn natuurlijk 2 topploegen. Dat weet je. En het is niet dat we ons hier te veel door moeten laten leiden. Maar goed, we hadden in ieder geval punten moeten hebben nu.